We gaan eens een keer een semi-sorbet maken. Een gewone sorbet is met water en suiker. Deze is met melk en suiker. Kan natuurlijk ook sojamelk zijn, rijstmelk. Een alternatief van melk kan ook, want er zijn veel mensen die allergieën hebben. We gaan eigenlijk de dag ervoor, voordat we ijsje willen eten, moeten we een klein beetje voorbereiden. Maar we gaan dat bevroren melk maken. We gaan daarvoor de weegschaal eerst gebruiken. En we gaan 200 gram melk toevoegen. Voilà. Dan gaan we suiker toevoegen, dus duwen op tara. Dan gaan we suiker toevoegen aan 70 gram. Dit is nu gewoon witte suiker, maar dat kan evengoed zusto zijn, dat kan kokosbloesemsuiker zijn, alternatieve suiker kan ook, want daarvoor is ook een leuk ideetje om dit recept te maken. Dekseltje toe. En nu gaan we de suiker eigenlijk opwarmen in de melk. We sluiten af. We zorgen dat we terug op de hoofding komen. 7 minuten. We zijn met melk bezig, dus niet hoger dan 90 graden, want anders durft ze naar boven komen. Snelheid 2. Zo, de melk heeft zich vermengd met de suiker. De suiker is volledig gesmolten. En nu gaan we dit in een diepvrieshouder doen. Als je dit niet hebt, kan je ook gewoon in een gewone platte diepvriesdoosje doen. En het zo ontdooien en strakjes in stukjes snijden. Dat kan ook. Hè? Dus als je dat niet hebt. Zo. We laten dit afkoelen. We laten dit afkoelen en we gaan de deksel erop doen en een nachtje in de diepvries steken. Zo, het melk is bevroren samen met de suiker. We gaan er nu sorbet van maken. Daarvoor gaan we deze hier toevoegen. Handig is natuurlijk dat die porties ineens... geportioneerd zijn. Anders heb je één groot blok, dat is ook niet zo handig. Deze keer gaan we bevroren fruit erbij toevoegen, mango. Maar het kan ook aardbeien zijn, noem maar op. Als het maar bevroren is, dat is wel belangrijk. We gaan de weegschaal opzetten. En we gaan een 300-tal bevroren mango toevoegen, deksel erop. En we doen 1 minuut op snelheid 10. Zo, het ijs is klaar. En we serveren het in een mooi kommetje. Want zo ben je in een mooi kommetje. Eventueel kan je het ook een paar uurtjes voordien
zo in konijntjes en of in een potje doen en kan je het eventjes invriezen, maar niet langer. Want er zit niks van bewaarmiddelen in om het lang te bewaren en om het smeug te houden. Laat het smaken.